Yo guys, welkom weer met een nieuwe video, nieuwe vlog op mijn kanaal. Ik ben dus gisteren live geweest op YouTube. En nu ben ik weer onderweg naar mijn moeder. Het is vandaag vlog iets in de 30. En ja, vandaag ben ik onderweg naar mijn moeder. Ik had dat gisteren gezegd in de livestream. En deze middag ga ik nog eens live op YouTube. Maar waarom? Omdat ik een goed zing heb. En die mensen die hier voorbij zitten rijden zullen denken: what the fuck, kijk je naar de camera? What the fuck, kijk je naar de gsm? Dus ja, kijk naar mijn gsm omdat ik aan het vloggen ben. Maar ja, binnenkort is er een meeting om te leren, om nieuwe sfeer leren. En ja, ik zou zeggen, ga naar die meeting, kom naar die meeting en enjoy. Tot de volgende keer. Over de meeting gaan we het nog eens hebben. De meeting gaat dus door in Tenen, denk ik. Samen met mij, met Sven. Misschien ook met Jonas. En we weten het losgaan, maar die bind ik ze niet al. Dus met de team met twee leden gaat de meeting door. Waarom? Omdat de meeting was al lang gezegd van een meeting te doen. En nu doen we ineens een meeting. Waarom? Omdat we zin hebben. We hebben een meeting gehad op mijn verjaardag. Maar dat was eigenlijk niet zo goed. Er waren geen mensen gekomen. Want we hadden ook geen reclame gemaakt. En nu gaan we echt een meeting doen waar we reclame voor gaan maken. Dus nu, ja, ik ga de meeting sowieso al doen. Ik zie jullie guys. Straks terug bij de vlog. En ja, dat is een mooi huis. Ik zie jullie guys straks in de vlog. Ik zie jullie guys in het volgende stukje van de vlog. Dan ben ik bijna thuis. En ja, dat zal ik wel iets zeggen als ik bijna thuis ben. Nu ben ik aan de saving films. Waarom? Nou ja. Ik ben aan mijn moeder aan het gaan. Twee vorige stukjes. Ik had op meubels, waren telkens gestopt omdat mijn opslag geheugen vol was. Toen heb ik een aantal dingen moeten verwijderen. Maar nu is alles weer in orde. Dan kun je voor een paar tegenaan ofzo. Check jullie guys in het volgende stukje. Als ik onderweg ben naar wat ik had gezien van de vrienden en door naar het huis. Nu ben ik aangekomen bij ons aan de Zeeweg, halte bij de Simpsonstraat. Waarom doe ik dat? Waarom ben ik hier aan de halte? Ik heb nog iets gezegd in de vlog. Ik ben natuurlijk aan mijn moeder aan het gaan. Waarom? Omdat ik naar mijn moeder wil gaan. En omdat ik gewoon, ja, ik moet wel naar mijn moeder gaan. Want het is moederdag. Dus ja, ik moet naar mijn moeder gaan op moederdag. Maar er staat een reclame in het nieuwsblad. 50% korting. Op. Tot het einde van het jaar. Ja. En wat gaan we mee doen? Even neerzitten. En ja, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? Ik ga misschien nog een beetje live gaan met YouTube. Een beetje gamen, een beetje dit, een beetje dat. Iets eten. Nog een beetje gamen of nog een beetje. Ja, wat anders een beetje doen, denk ik. En dan gaan slapen, denk ik. Mijn bril nog gaan gebruiken om naar mijn scherm te kijken. Wat ik eigenlijk nu nog moet doen, eigenlijk. Maar boeien geen te doen. En ja. Jullie zijn zo'n beest. Maar ik check jullie guys in de volgende video en het volgende stukje als ik de tiende ben. Voordat ik het vergeet te zeggen, we gaan allemaal maar eens naar een meeting. Waarom? Omdat we eigenlijk wel willen kijkers hebben op een meeting. Op onze meeting eigenlijk. Maar waarom willen de kijkers? Omdat we de kijkers, als we willen verrassen met iets, geven we een vlog. Ik denk dat die kijkers wel in de vlog willen. Maar
kom allemaal een keer naar de meeting, presenteren terug. De locatie wordt nog bekendgemaakt. En ja. Fast forward naar 4 dagen later. Ik zit dus bij mijn oma. En ja. Ben juist de trap opgelopen. Van met mijn hartje. Maar ik ben dus bij mijn oma. Tegenlicht. Ik ben dus bij mijn oma. En ja. Ik moet zometeen naar Diest gaan werken. Normaal gezien werkt ik in Leuven. Maar omdat er een pop-up is in Diest, moet ik in Diest gaan werken. Ik zie jullie guys vanavond of morgen weer bij een nieuwe stukje. En ja, we zijn dus een paar dagjes verder. Weer in de avond. 5 voor 8 s'avonds. En het is de vooravond van de verkiezingen. Wat moeten we doen voor de verkiezingen? We moeten de stembrief meenemen. En je pas. Dan moet je naar het stembureau gaan. Bij ons is dat dus het gemeentehuis. Wat moet je daar gaan doen? Je moet daar gaan stemmen op wie dat je wilt stemmen. En je kunt ook eigenlijk een blanco invullen. Dat je op niemand stemt. Of een partij stemt. Ik weet het eigenlijk nog niet op wie dat ik ga stemmen. Ik heb onlangs de stemtest gedaan. En ik kwam op Vlaams kwam ik op PVDA uit. En Europees en Federaal kwam ik op SPA uit. En ja, misschien is dat wel de richtlijn. Maar nu gaan we nog iets, ja, nog een beetje rustig doen. En morgen gaan stemmen en dan gaan werken. Voordat ik het vergeet. Vandaag was het de Community Day op Crossing Wissenaken. Ik kon er natuurlijk niet filmen, omdat het was muziek en ja, copyright claim dan. Maar ik ben met 6-5 gewonnen. Het was zo een onderling matchje. Eigenlijk een, ja. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een matchje waar de mensen naar konden kijken. Eigenlijk zo'n. Niet echt een promotiematchje, maar. Een promomatch. Of ja. Ja, een promomatch. Een promowedstrijd. Ik wil eigenlijk dat aan Crossing Wissenaar laten zien. Wat wij, om aan Crossing Wissenaar te laten zien wat wij kunnen. Moeten wij dus een promomatch spelen. Of ja, zo'n matchje waarbij ze kunnen zien. Want daar zit er een goeie bij. Daar zit er geen goeie bij. Je kent het wel. En ja. Ik zie jullie guys morgen. En ja. In een paar weken verhuis ik. Dus ga ik minder actief zijn op YouTube. Dus deze video gaat waarschijnlijk verspreid zijn over die paar weken. En dat ik maar 1 video hoef te maken. Te renderen. En al die shit. Maar ik zie jullie guys morgen weer bij het volgende stukje. Dan ben ik waarschijnlijk onderweg naar de stemzaal of ja, het stembureau of ja, dan ben ik misschien gaan wandelen of ben ik misschien al thuis. Zullen we zien. En op dit moment ben ik dus verhuisd. Ja, en zoals jullie zien, dit is mijn kamer. Wat groenachtige muur en witte muur hier op die kant. Ik ga vooral vanaf nu op deze groene muur werken. Dus ja, op deze groene muur ga ik beginnen werken. Of zo, ik weet het nog niet. Dat ik eigenlijk met mijn gezicht of zo op deze groene muur ga staan. Ik zo ga beginnen werken. We zien nog wel. Er zijn nog veel mogelijkheden. Of een bed nu daar staat of hier, dat maakt nu niet uit. Ik mag echt op groene muur beginnen werken. En dat is de muur, dat is mijn uitweg nu. Het staat hier nog een beetje rommelig, je hoort het misschien nog wel. En ja, we zijn nog maar pas ingetrokken, nog een week zitten we hier en ik voel me hier al thuis. En ja, zo
Zullen jij het misschien nog wel gezien hebben? Ben ik minder actief geweest op YouTube afgelopen maanden. Waarom? Omdat ik deze vlog aan het maken was. En ja, ik heb me afgelopen weken niet gefilmd. Waarom niet? Ik kon niet filmen. Allee, ik kon wel filmen, maar heel erg geen zin in. Omdat ik was veel te veel naar swimming gaan en zo. En ik was ook te veel druk in mijn eigen leven. Ah ja, YouTube is ook mijn leven. Een beetje te druk met mijn eigen leven. Waarom? Ik wou even tijd van mezelf, even tijd van YouTube af. Omdat er ruzie was de laatste tijd. En nu ga ik verder met mijn uploadschema. Ik ga nu bijvoorbeeld op deze groene muur dingen kunnen projecteren. Of ja, dingen kunnen achter de grond zetten. Maar we zien nog wel wat ermee gaat gebeuren. Voor dit was ik dus vandaag, ja, we zijn een week verder of twee weken verder. Dat was het stukje dat ik heb opgenomen. We zien het wel, ik ben misschien heel vermoeid. Dat komt omdat ik vorige week vrijdag op zaterdag, van de nacht voor de vrijdag, niet geslapen. Maar ik zie jullie guys morgen in een nieuw stukje. Dan gaat waarschijnlijk de living of zo laten zien. De living, de keuken en het tuin. De wc's mogen jullie zien. Mijn kamer mogen jullie zien. Dan close-up bedingen in beeld. Yo mensen, goedemorgen. Het is weer een paar dagen later. En ja, ik zit er nu aan het voetbalveld aan neerwinden. Maar ik was een trainingssessie aan het knallen. Maar het is veel te warm voor nog eens te trainen. Misschien kom ik volgende week terug. Dat was even een korte update van vandaag. Straks krijgen jullie mijn kamer te zien. En ja. We gaan snel door naar het volgende stukje. Ik ben nu onderweg naar huis. Het was echt veel te warm voor te trainen. Ik heb een trainingssessie van een kwartier geknald. En ja. Ik weet wel te prettig. Dus ja, ik ga het een beetje. Ja. Dus doen thuis, iets rustig doen. Misschien een beetje Netflix of gaan kijken. Goedemorgen mensen, ja, het is weer een paar weken geleden dat ik hier nog heb gevlogd. En ja, deze komt nog in het stukje van de vlog. Maar dit gaat zo'n beetje de outro zijn van de vlog. Ik ben dus terug op het taxi neerwinden. Maar dit is een beetje de outro van de vlog. Het was echt wel, moet dat zeggen, een lange vlog. Een langdurende vlog voor te vloggen eigenlijk. Dat ik met verhuis en met gewoon te verhuizen is een langdurende vlog geworden. Dus, volgende keer is een nieuwe vlog. Deze vlog ga ik nu subiet editen. Komt dan online. Ik vond het leuk dat jullie naar deze vlog hebben gekeken. Heb je de vlog uitgekeken? Dan smet dan zeker die like en abonneer. En zoals ik jullie altijd zeg, ja, doei! Tot de volgende vlog.